Voor dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook een One Minute Dance Film Contest uitgezet. En dat is natuurlijk superleuk, omdat de deadline is alleen 1 september al. Dus mensen moeten snel zijn, maar ja, je hoeft maar 1 minuutje te maken. En dat kan van alles zijn. Dat kan je buurman zijn die even een gek dansje maakt in de badkamer. Maar ja, je mag je eigen idee bedenken. We krijgen ook 3D-animatie en animatiespinnen. Nou ja, daar zitten. Ik ben dol op animatie, dus ik ben altijd de meest die daarvoor vecht. Want dan zeggen anderen, dat is toch een film. Want we hebben bijvoorbeeld een filmjury en een dansjury. Die zitten tegelijkertijd te beoordelen. En vaak is het de filmjury die zegt bij een springend balletje, is toch geen dans? Of vliegende vogels, dat kan zo waanzinnig mooi zijn. Of vissen die met elkaar ja, die patronen maken. Maar ja, dat is voor hun dan geen dans. Dus ik denk dat er een veel bredere kijk is op het medium. Wat is dans? En muziek is voor mij ook dans. Voor mij vind ik het allemaal bijzonder. Vind ik altijd heel eng om hoogtepunten te geven. Dus het is een heel breed scala. En tegelijkertijd heeft het ook wel iets elitairs. We hebben hele bijzondere shorts. Dat vind ik echt, dit jaar is dat heel goed gelukt. En we hebben ook een studentenblok voor het eerst. Het zijn echt jonge filmmakers. Die krijgen ook een prijs. En we hebben dus 2 prijzen voor het eerst. Dan vind ik dat Moving Media natuurlijk heel bijzonder, omdat dat een voorstelling is. Dat doen we echt voor het eerst. We hebben een installatie in de Melkweg van André Gingras. Het is echt een hele goede aankomende choreograaf. Films van Wim van der Kijbus, Sidi Larbi, Cas Zuidas. Ja, die hebben gewoon doorlopend de hele maand juli films. Dat is echt geweldig. Het is een heel groot scherm. Zijn zo op die Zuidas. En aan de lopende band worden daar filmpjes vertoond. Ik heb heel erg zin in de opening van de short. Ik ga proberen om zoveel mogelijk te zien. Ik heb ook de kans gekregen om als vrijwilliger mee te doen. Omdat ja, ik heb gewoon echt het interesse om zoveel mogelijk binnen te sneaken en dingen te zien. En misschien ook andere filmmakers. En op die manier kan ik toch ook best veel dingen zien, denk ik. BIM doet altijd een eigen ding, sinds 20 jaar. Dus ja, nu staan we op het punt om belangspelfilm te produceren. Enfin, produceren is nog een groot woord. We zijn bezig aan de financiering van de film. Die eigenlijk serieus van start gegaan is vorig jaar in Cannes. Toen ik een Braziliaanse producent heb ontmoet. Wim wou de film draaien op locaties in Chili of Argentinië of zo. En we waren zelf op zoek geweest naar waar past die film. Toen wou we geen film maken die echt heel concreet op een bepaalde stad of een bepaald volk geconcentreerd was, maar echt zich eigenlijk overal kon afspelen. Want het moest zich in een Zuiderse stad afspelen omwille van de context van het verhaal. Bootvluchtelingen, kinderen die zichzelf een leven creëren. Onder een brug in een grote stad en van diefstal leven. Nu ben ik aan de pitch bezig. Het verhaal is eigenlijk dubbel. Het heeft een kinderwereld en een volwassen wereld. Een volwassen wereld ontmoet gedurende de film zichzelf door het ontmoeten van de kinderen. En alle personages zijn eigenlijk gelinkt doorheen heel de film. Ook al lijken ze in het begin van de film een beetje verloren te lopen. Maar alles komt heel mooi samen. Het plan is om die film te draaien in Brazilië, maar dat betekent veel geld, een heel zware productie, value zoals je zegt, onderwaterscènes, ponies die door wolkenkrabbersteden lopen, veel productioneel nogal zware dingen. Dus we zijn inderdaad uitgenodigd geweest met de film op Cinemart. Ik weet niet of je dat kent. Het filmfestival in Rotterdam, een co-productiemarkt waar uit 1000 projecten, geloof ik, selecteer ze er 30 die elk jaar dan gepresenteerd worden aan een duizendtal financiers die uitgenodigd worden van over heel de wereld. En daar is de co-productie verder in kaart gebracht, Frankrijk, Duitsland enzovoort. En we zijn nu op het werk en het plan is om een kort film te draaien in Brazilië met de kinderen eerst, om misschien ook een theaterstuk ermee te maken, om de kinderen beter te leren kennen. En we zijn ook aan het samenwerken met het productiehuis dat Cidade de Deo gedraaid heeft, onder meer omwille van hun ervaring met het werken met kinderen uit favelas en zo.